De zaak van Puntje Castro, ook dat is een zaak wat een lastig onderzoek is. Voor ons natuurlijk buitengewoon belangrijk, net omdat ook een collega van jullie betreft. Maar het is ook buitengewoon belangrijk dat die zaak wordt opgelost. Wat we gedaan hebben, en dat geldt ook voor de eerste zaak, is dat wij op 12 december een overleg hebben gehad tussen de leiding van KPA, de leiding van de recherche. Het zijn de belangrijkste rechercheurs die leider van onderzoeken zijn. Alle officieren van justitie zijn bij elkaar gaan zitten te kijken van welke aanknopingspunten hebben we nou precies in de verschillende onderzoeken. Dat geldt ook voor de zaak van Puntje Castro. En daarvan hebben we toen besloten van we zorgen in ieder geval voor dat we met een andere officier, hè, dus we hebben de zaaksofficier, maar dat we nog met een andere officier een review doen op het hele dossier. En dat we gaan kijken, zijn er nou nog opsporing of onderzoeksrichtingen, opsporingshandelingen die we alsnog zouden kunnen verrichten waar we wellicht overheen gelezen hebben, of die juist vanuit een andere kritische blik nog eens even goed tegen het licht gehouden kunnen worden. En dat geldt dus zowel voor de politie waar we zo'n review mee gedaan hebben als de officieren onderling. Dus dat is een stap die we nu aan het zetten zijn. Ik meld dat, het is niet zo dat daarmee er resultaat is bereikt in de Puntje Castro, maar dat het zowel wat meneer Doorberg, maar ook wat Puntje Castro betreft, dat we nog steeds bezig zijn om dat onderzoek gewoon steeds te laten plaatsvinden en dat we dat niet hebben afgesloten ofzo. Dat is volgens mij, dat zijn de twee oudste zaken. Dan hebben we de zaak van Robin Gardner. Daar is momenteel de stand van het onderzoek dat we nog die informatie uit Amerika moeten gaan halen. En dat is eigenlijk door de, we hadden dat afgesproken volgens mij rond de zomer van vorig jaar. Daarvan hebben we afgesproken, we gaan dat wel doen. Maar door de grote drukte bij de recherche is het er nog niet van gekomen. Maar wat we willen doen is nog een aantal getuigen gaan horen in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten. En een aantal in beslag genomen goederen, computers nog eens een keer tegen het licht te houden. Om te zien of dat misschien aanknopingspunten geeft voor de zaak hier op Aruba. Dat is wat betreft Robin Gardner.